Als groep Van Roei willen wij de kwaliteit van het leven van mensen verbeteren. Door de creatie van leefbare en duurzame omgevingen waar mensen graag wonen, werken en sporten. Om op die manier eigenlijk een heel tastbare impact te maken op een aantal maatschappelijke uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld het aanbieden van groene en betaalbare energie, maar ook het slim gebruik en hergebruik van materialen. En daarbij is innovatie voor ons eigenlijk een heel belangrijk middel om die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de zogenaamde SDG's, om die eigenlijk te realiseren. En wat betekent dat nu eigenlijk concreet voor Sportoase Grootschijn? Dat is dat ten eerste wij dit gebouw eigenlijk al volledig een keer virtueel hebben gebouwd en opgeleverd. Waardoor we dat straks slechts in 18 maanden kunnen realiseren met een hele lage faalkost. Ten tweede gaat dit het eerste gasloze zwembadcomplex worden van België, waardoor we maar liefst 145 ton CO2 per jaar kunnen besparen. Dit door het gebruik van een warmtepomptechnologie, warmterecuperatie, maar ook zonnepanelen, waarbij we eigenlijk als het ware de warmte die vrijkomt tijdens het koelen van het ijs van de schaatsbaan gaan hergaan gebruiken om het zwembadwater te verwarmen, waardoor er dus geen energie verloren gaat. Ten derde voorzien we hier chloorarm water, waarbij we zelfs inoxte zwembadkuipen gaan gebruiken. En last but not least wordt dit echt de eerste commerciële toepassing ook van 3D betonprinten in de Belgische bouwsector. Waarbij we als het ware de gecurvede recreatieve zone van Sportoase gaan 3D printen. Waarvoor we eigenlijk dus veel minder materiaal nodig hebben, maar ook veel minder afvalstromen. Kortom, belooft Sportoase Grootschijn eigenlijk een heel toonaangevend, maar vooral een heel innovatief zwembadcomplex te worden. Ja, en ik zou jullie alleen maar willen aanmoedigen om eigenlijk elke update te volgen via onze social media kanalen.